Het is nog steeds niet best gesteld met het aantal zwarte mensen op de Nederlandse televisie. Toch zijn er veel talenten onder de Surinamers en Antillianen in Nederland. Zo ook Manushka Zegelaar-Breeveld, die vanaf zondag 2 oktober te zien is in de ziekenhuisserie Centraal Medisch Centrum. Verslaggever Sam Jones zocht haar op in Emmeloord, waar de opnamen van de RTL-serie worden gemaakt. Hij nam ook een kijkje bij het optreden van Manushka in de poptempel Paradiso in Amsterdam tijdens de jaarlijkse manifestatie Zing Nederland met me mee. Wat betekent zingen voor jou? Zingen is voor mij hetzelfde als praten, alleen met een melodie erin. Het geeft me de mogelijkheid om verhalen te vertellen. En dat vind ik een fijne mogelijkheid van verhalen vertellen. En ik doe van waar het. Heb je het? Ik doe dat zo lang. Ik ben op mijn 8e begonnen in het kerkkoor van mijn grootvader. Dus ja, als je dan begint, dan gaat het nooit meer over. Manushka zingt, doet theater en is actrice. En ze is te zien in de nieuwe serie Centraal Medisch Centrum, CMC. Maar ze heeft al in verschillende tv-series gespeeld, vertelt ze vlak voor de opname van CMC. Ik heb gespeeld in Blauw Blauw, dat was een politieserie. Dat is inmiddels alweer heel lang geleden. Maar het was de eerste waar ik ooit in speelde. Speelde ik een politieagent in. Ik heb gespeeld in Grijpsrijn de Gier, in Noord-Zuid, in allerlei dingen. Maar degene die ik net noemde waren vaste rollen, vandaar dat ze zo in mijn geheugen gegrift staan. Er zijn niet zo gek veel zwarte actrices in Nederlandse films, of wel? Dat wordt steeds beter. Noem eens wat namen. Sonny Boy, de dingen waar ik zelf in gezeten heb uiteraard. Maar zoals hier bijvoorbeeld, is een hele gemengde cast in CMC. Joy Wilkins speelt hier ook mee, gastrollen, weet je. Het is niet omdat het een heel ingewikkeld, moeilijk zwart verhaal is, tussen aanhalingstekens, maar gewoon omdat het over mensen gaat. Maar is de Nederlandse tv niet heel erg wit? Ik bedoel, als je kijkt naar de series bij de publieke omroepen. Vind ik wel. Maar goed, het zou gek zijn als ik zou zeggen dat ik niet... omhoog? Ja. Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat het niet beter geworden is in de afgelopen 20 jaar. Maar het kan nog wel veel en veel meer. En bij voorkeur zonder dat het een gethematiseerd is. Dat je meteen uit een moeilijk oorlogsgebied moet komen. Of een ex-kolonie of wat dan ook. Maar gewoon omdat het over mensen gaat. Maar er wordt ook wel gezegd van ja, er is geen kwaliteit. Er zijn geen zwarte acteurs, geen zwarte actrices. Het is natuurlijk een achterhaald argument. Er zijn zat zwarte acteurs en de kwaliteit is er ook. En er komt een hele nieuwe generatie aan, dus dat kan niet meer gezegd. En jijzelf natuurlijk. En ikzelf. Je doet televisie, je doet toneel, je doet presentaties en je zingt ook. Wat doe je het liefst eigenlijk? Ja, alle drie ben ik geneigd te zeggen. Ik vind het echt alle drie even leuk. En ik doe het alle drie met evenveel plezier. Maar ik denk nog meer de afwisseling tussen die drie, dat ik dat echt het allerfijnst vind. Dat was Manushka Zegelaar-Breeveld. Ze is vanaf zondag 2 oktober te zien op de Nederlandse commerciële tv-zender RTL 4.